beestje, boompje, boompje, beestje. Huisje, boompje, beestje, beestje, boompje, huis. Huisje, boompje, beestje. Programma 63. Tyrannosaurus Rex. Daarbuiten loopt een schaap. Met huid en haar. Oh ja? Lisa, alsjeblieft even op, hè. Hoe kan dat nou, hè? Ik kan het in de map helemaal niet vinden. Waar zou het programma van vandaag nou over gaan? Ik kan het ook niet vinden in het werkboekje. Ik geef het nieuwe werkboekje samen. Oh ja. Hier. Oh nee. Oh nee, ik zie het al. Daar staat het ook niet in. De deurbel? We hebben helemaal geen deurbel. De wekker. Nee, we hebben helemaal geen wekker. Dit is het geluid van een telefoon. Nou, neem dan op, man. Maar we hebben helemaal geen telefoon. Een schoen? Het komt uit mijn schoen. Ah, je schoen. Ah. Hoe kan dat nou? Koud. Even horen, hoor. Je schoen. Hallo, met Huub. De verrespreker. Oh, hallo, meneer de verrespreker. Ik ken helemaal geen meneer de verrespreker. Nee, ik ben Schipper, de directeur van de schooltelevisie. Ah. De verrespreker. Zo heet het programma vandaag. Natuurlijk, de telefoon. Het gaat vandaag over de telefoon. Nou, vriendelijk bedankt hoor, meneer Schippers. Oh, hij heeft al opgehangen. De telefoon, natuurlijk. De verrespreker. Hoe kon ik dat nou vergeten, hè? Daar hadden we nog wel van die hele leuke filmpjes over gemaakt. Het is toch wel handig, hoor, dat ze de telefoon hebben uitgevonden. Ja, want zo kun je praten met mensen die heel ver weg zijn. Nou, zonder telefoon is dat een heel stuk lastiger. Kijk maar eens naar onze verrekijker. Per ongeluk het verkeerde knopje ingedrukt. Daar komt ie. Boes, boes, boes. Zou die me gehoord hebben? Met rooksignalen kun je ook verder spreken. Maar ja, wat moet er nou gebeuren als het regent? Ja, dan kun je niet in verder spreken. Dan moet je het maar aan elkaar doorvertellen. Hoi, kijk man. Vandaag is weer een schooltelevisie huisje, boompje, beestje. Duimpje is je bootje. Wat is dat nou voor een programma? Nooit van gehoord. Nee, maar gelukkig hebben ze toen de telefoon uitgevonden. Ja. Zo één? Nee, Woes. Dit is een moderne telefoon met druktoetsen. Oh. Maar vroeger ging het toch heel anders.
Lang geleden... Lang geleden, heel lang geleden. Je oma was er niet en je opa was er niet. En je overoma nee, was er ook helemaal nog niet. Fout. Mijn overopa en oma waren er wel toen de telefoon werd uitgevonden. Oh ja? Heel lang geleden heeft een uitvinder de telefoon uitgevonden. En moet je eens kijken hoe de telefoon er toen uitzag. Wat een gek apparaat. Het geluid ging door een draadje naar een andere kamer. En daar kwam het geluid er weer uit. En zo werd de telefoon uitgevonden. Hoera! Alleen zagen de telefoons er toen heel anders uit dan nu. Moet je kijken, dit is de allereerste telefoon. Wat ziet hij er raar uit, zeg. Je had hele gewone telefoons. Maar ook hele deftige, zoals deze. Of deze. En als je vroeger iemand wilde opbellen, moest je aan een wieltje draaien. In de telefooncentrale viel een klepje open met jouw nummer. Een mevrouw zorgde ervoor dat je met elkaar kon praten. Nummer 37 wil praten met nummer 15. Daarna draaide ze aan een wieltje en ging bij de ander de telefoon rinkelen. Maar de telefoons werden steeds moderner. Deze telefoon begint al een beetje op onze telefoon te lijken. En deze kennen jullie vast wel. Of hebben jullie er zo eentje thuis? En dit is de allernieuwste. Met deze telefoon kan je elkaar ook nog zien. Gooi je nou geld in? Ik wil de juf opbellen. Buimpje en je bootje, komt ze erbij? Luister, Woes. Dit is helemaal geen muntentelefoon. Bij deze telefoon moet je gebruik maken van een telefoonkaart. Kaart? Heb je er een? Hoe gaat dat dan? Kijk, deze kaart, dit, is een telefoonkaart. Hey, en weet jij het nummer van juf Jolanda? Ja, dat nummer heb ik opgezocht in een telefoonboek en toen opgeschreven. Oh ja? Nou, kom op, bel dan. Nou, Woes, daar gaat hij dan, hè? Ja. Horen van de haak. En wachten op de kiestoon. Hoor je, Woes? Ja. Nu gaat de telefoonkaart erin. En dan toets ik het nummer van de stad in. Amsterdam. En dan het nummer van de school. Okay. Ja, hij gaat over. Hoor je, Woes? Ja, hallo juf Jolanda, dat was helemaal fout hoor. Het is niet Buimpje, Heesje, Boosje. Malle Woes, wacht nog even. Je moet eerst wachten tot er wordt opgenomen. En je moet helemaal niet schreeuwen, want dan ben je niet te verstaan. Nou, Woes, luister, hè. Oh, nou, ik geloof dat er wordt opgenomen. Basisschool De Singel met juf Jolanda. Je naam, je moet je naam zeggen. Oh, hallo, ik ben Woes. Hallo, Woes. Ja, je moet geen Buimpje, Heesje, Bootje zeggen, hoor, want het is... Huisje, Boompje, Beestje, dat wist ik wel. Het was een grapje. Dag, Woes. Oh, het was een grapje. Ja, natuurlijk, Woes, was het maar een grapje. Dat wist ik toch niet. Hé, Huub. Toch is het gek, hè? Want ik praat hier en een heel stuk verder hoort juf Jolanda meepraten. Hoe komt mijn stem nou in Jolanda's oor? Nou, kijk, Woes, dat gaat zo, hè? Door deze gaatjes gaat het geluid van je stem. Hallo, met Klo? Wie is er? Ja hoor. Aan iedere telefoon zit een telefoondraad. En door die draad gaat het geluid van jouw stem... Debbie... De telefoon verandert het geluid van jouw stem in geluidsgolfjes. Jipka. Ja. Op de televisie kunnen we die geluidsgolfjes laten zien. Moet je opletten, daar gaan ze. Door het telefoonstopcontact reizen ze verder onder de grond. Zie je die grote telefoonkabels onder de grond? Zo reizen de stemgolfjes verder naar de telefooncentrale. Dat is een heel groot gebouw. En daar komen al die stemgolfjes bij elkaar. In dat grote gebouw worden alle stemgolfjes naar de goede telefoons gestuurd. Naar het huis van jouw vriendin bijvoorbeeld. Kijk, daar gaan ze.
En dan komen ze door haar telefoonstopcontact er weer uit naar de telefoon. En in de telefoon worden de geluidsgolfjes weer veranderd in jouw stem. Maar stel je eens voor, zeg, dat dit door de telefoon heen kan. Makkelijk hoor, zo'n verre spreker. Je kan zo vanaf de straat bellen. Thuis is er telefoon. En vanuit een auto kun je bellen. En op school is het ook wel makkelijk. Want als je je niet lekker voelt, dan kan de juf altijd nog je vader of je moeder bellen. Ik hoop wel dat mama thuis is, hè? Dan moet je nog langer op school blijven. Ja, goedemiddag. U spreekt met Riet Vermeer van basisschool De Singel. Japrak is ziek. Ze klaagt over buikpijn. En ze heeft eigenlijk de hele morgen al last van. Dus ik denk dat het wel nodig is dat ze opgehaald moet worden. U kunt komen? Gelukkig. Dan zie ik u over een paar minuten. Dank u wel. Dag, tot straks. Nou, gelukkig. Mama, die kan je komen ophalen. Hallo mama, ik ben mijn brood vergeten. Wil je het even komen brengen? Dag. Dag schat, met mama. Ja, ik sta weer in de file. Vervelend, hè? Ja. Hé, is papa al thuis? Ja? Zou je willen vragen of hij vast met het eten begint? Ik denk dat ik over een half uurtje thuis ben. Oké, tot vanavond. Dag. Langs de snelweg staan ook telefoons. Praatpalen. Gelukkig maar, want iemand heeft een spookrijder gezien en dan kun je gauw opbellen. Alle wagens omgeving Vianen in Volksbericht. Er is een spookrijder gesignaleerd op de A2. Rijbaan, richting Den Bosch, ter hoogte van Vianen. En zo is de politie op tijd om de spookrijder tegen te houden. Handig hoor, zo'n praatpaal. Er is niks aan de hand. Alleen mijn ketting is eraf. En ik heb een lekke band. Maar nou heb ik geen pompje. Dus kan je even een pompje komen brengen? Ja, en zaadjes, een zakje zaadjes. En voor Woes een lekker zakje met zaadjes. Ja? Een telefoon is wel handig. Maar kan ook heel lastig zijn. Je staat net bovenop de trap, gaat de telefoon. Of je zit in bad. Of je ligt al lang te slapen, belt je stomme oom uit Amerika. Hij was vergeten dat het hier al nacht is. De telefoon kan ook heel belangrijk zijn.
Als er iets ergs is gebeurd, kun je een speciaal telefoonnummer bellen. 0611, zeg nou zelf, dat bel je toch alleen als er echt iets ergs gebeurd is. Zeg nou zelf, 0611. Centrale, wie wilt u spreken? Hallo? 0611 Centrale, wie wilt u spreken? Hallo? Wie wilt u spreken? Nee, er is nog niet gebeld. Ja, dat komt niet. Nul zes elf centrale. Wie wilt u spreken? Hallo? 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 0611 centrale. Wie wilt u spreken? Hallo? Als u niets zegt, verbreek ik nu de verbinding. Nee. 0611 Centrale, wie wilt u spreken? Ik heb een ongeluk gehad met de tankauto. Blijft u aan de lijn, ik verbind u door. Goedemiddag, meldkamer politie. Ja, goedendag. Ik heb een ongeluk gehad met mijn tankauto. Wij komen eraan. Gaat het ook een tankauto geladen met benzine? Die voor de naderen uit de noordelijke richting komen. AB, dat is beschreven. Er staat ook een tankauto geladen met benzine. Zeker. Rijdt uit de Neptune slaan. Er is een aanrijding met letsel. 0611, zeg nou zelf. Toch alleen als er echt iets ergs gebeurd is, zeg nou zelf 0611. We doen net of de telefoon nog niet is uitgevonden. Zo kun je ook met iemand praten die je helemaal niet ziet. Hallo, Victor Charlie Charlie. Alpha Bravo Woezio. ik ben bereid om uw boodschap te ontvangen. Over. Over, Charlie Charlie. Wacht eens. Hallo Woes, komt er nog wat van? Woesio, roep nou wat. Hallo Woes. Ik denk dat de telefoon een beetje verstopt is, hij doet het niet. Woes. Nou Woes, dat vind ik nou... Grapje. Oh, leuke telefoon hoor.